Maar er is waarin die film is ook belangrijk is als document en als docufilm bijna, is wanneer het praat, en op een heel subtiele manier denk ik, op een heel mooie manier, toont het ook wat teleurgang van een industrie met heel diepe wortels hier in Oostende, dus, wat dan de visserij is. En dat is bijzonder pijnlijk, wat normaal is. En dat gaat heel veel mensen aan. Dat is niet echt zo van, ah ja, er zijn een paar schepen die weggaan. En dus heel die mijn gaan weg, generaties die erop gebouwd zijn gaan weg. En je hebt al die viskraampjes langs de visserskaai, of van het station komt, al die toeristen die toekomen. Dat gaat over die traditie van visserij die dan dreigt teloor te gaan en totaal te verdwijnen. Het is bijzonder, bijzonder pijnlijk. En ik vind dat die film daarin een hele mooie rol, is raar gezegd, maar een heel mooi beeld kan geven. En wat je er dan mee doet, dat laat ik liever buiten kijken nu. Ik wil er gerust verder over praten met mensen die de film gezien hebben. Ja, er wordt veel verteld over Oostende. Er wordt heel veel verteld, dus al buiten het initiële verhaal van communicatie, et cetera, en buiten van oké, we vissen naar land, wordt er veel verteld eigenlijk ook over Oostende. Dus met hier te wonen merk ik ook dat er mensen heel veel belang aan hechten. En echt veel belang. Er zijn heel veel mensen, dus ik moet echt over praten met productie, of je première en al vindt, of genoeg uitnodiging te krijgen, omdat dat natuurlijk heel dicht voor hen aan het vel hangt. Dus, en daarvan heeft die film ook echt een niet te onderschatten belang. Daar dus ben ik absoluut van overtuigd. Dus ik kan niet in detail gaan met pro's en contra's en beleid en zo, ik vind dat niet nodig. Maar ik vind het wel een belangrijke film. Voor heel veel mensen van Oostende. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.